plaats bij de vrouwen is Suhasini Ramlakan. Eerste prijs, number one bij de vrouwen. En nummer 1 op de ranglijst, dat is de heer Dion Voort. Dion Voort. Er is een sportevenement geweest waar een aantal sporters hebben bewezen hun kracht, hun doorzetting, hun wilskracht. Dus ja, het is een hele leuke evenement geweest die we als Defensie hebben georganiseerd. Wij zijn al een tijdje bezig sportevenementen te promoten. Wedstrijden tussen krijgsmachtsdelen, wedstrijden vrouwen, activiteiten voor mannen, vrouwen, iedereen. En dat heeft te maken met het beleid dat we zeggen van defensiemensen moeten zo fit mogelijk zijn, zo paraat mogelijk zijn, fysiek heel sterk zijn. En daarvoor moeten we sporten. Dus, en dat gaat bijdragen niet alleen dus gezond leven, minder kosten voor Defensie en heel Suriname. Maar ook een inspiratie voor alle Surinamers. Waar ze kijken naar Defensie en zeggen dat zijn, weet je, militairen die berekend zijn voor hun job eigenlijk. Maar ik voel me prima. Ja, we hebben behaald. De eerste keer dat je op de eerste plaats bent geëindigd? Ja, is voor het eerst dat ik meedoen met een strong woman en nummer 1 heb kunnen behalen. Misschien een kleine motivational speech voor de dames naar buiten. Ik wil jullie zeggen, ga ervoor. Als ik het heb kunnen doen met training, geloof me, kan iedereen het. Je moet gewoon je mindset changen naar return it off en ga ervoor. Wel, het was vrijwel makkelijk geweest hoor. Hard getraind ervoor. En hier heb ik het dingen getoond. Als ik een van de sterkte ben om de atleten van Suriname. En ik wil ook de atleten van Suriname bedanken die mee hebben gedaan. Zonder hun is er ook geen, zou ook geen wedstrijd zijn als er geen atleten waren. Is het de eerste keer dat je op de eerste plaats bent geëindigd? Ja, het is wel de eerste keer. Ik heb ook in 2019 gedaan. Ze hadden een strongman atleet, maar daar ben ik niet in de prijzen gevallen. En ik had ook in Guyana gedaan. En daar was ik in 7e plaats. Ja, dit is mijn eerste keer dat ik de eerste plaats heb gehaald. Dus ik ben wel blij. Ja. En hoe voelt die eerste plaats aan? Voel ik sterk. Sterker. Ja. Over sterk gesproken, de burgerij is toch sterker geweest. Ze hebben bij zowel de mannen als de vrouwen de eerste plaats veroverd. Wij als leger moeten harder trainen, beter trainen. Ik ben ook blij dat er militairen zijn die tweede plaats en derde plaats hebben behaald. En dat geeft inspiratie voor ons om harder te werken. Dus komend jaar hopen we eigenlijk als Defensie te winnen. Maar het is ook mooi om te zien dat burgers buiten zijn die ook een inspiratie zijn voor heel veel mannen en vrouwen. Vooral de vrouwen. Dus dat ze zich niet laten stoppen. Dat ondanks een moeder zijn of een baan hebben, dat ze doorgaan met trainen. En dat ze ja, in zichzelf investeren en krachtig zijn. De focus is op dit moment militairen motiveren, inspireren om te trainen. En dit is een mooi initiatief in een tijd waar, weet je, iedereen zo
met andere dingen bezig is, met stress en spanningen. Dit zijn mooie initiatieven. Dit zijn initiatieven waar we kijken van, ondanks alle omstandigheden, kijken we naar mogelijkheden. Mogelijkheden om te laten zien van, we worden krachtiger, we worden sterker, we worden beter. We gaan niet bij de pakken neerzitten, maar binnen onze mogelijkheden versterken we onszelf. Dus dit is denk ik een heel mooi initiatief. Powerlifting kampioen kolonel Kiwasen. Powerlifting kampioen van het Nationaal League. Ja, je bent er of je bent er niet. Kolonel Kiwasen, dames en heren, maak een daverend applaus. Never see that. Dankjewel. Oké, goed. De minister van de Vereniging. Ja. Je bent het of je bent het niet. Ja. Een power lady van onze organisatie. Niet vergeef op. En daarvoor een dag voor de minister van de Vereniging. Oh ja. Ja. Gefeliciteerd, wauw!